Ja, dat wil je niet. Absoluut niet. Ja, heel pittig, want het gaat gewoon ontiegelijk veel pijn doen. Nee, dat lijkt me verschrikkelijk pijnlijk. Dus nee, die wil ik niet trekken. Bijna alle dingen die ze ooit hadden willen doen, hebben ze al gedaan. Vorig seizoen hebben de gierige gasten een lijst afgewerkt van dingen die ze absoluut niet willen doen voor ze sterven. Wat is er met hem aan de hand? Opzitten. En dit jaar is er weer zo'n lijst. Afgelopen week hebben we namelijk genoten van Joost zijn sexiness als webcamboy. Who wants some? Big Josa sexy type. Imagine, I'm spanking you now. You like feet? So the brook is up. Per aflevering is er één iemand de lul die uitgeloot zal worden door een trouwe kijker. De andere twee, die lachen toe. Dit is de Anti-Bucketlist. Welkom heren. Aflevering 3 alweer. Joost, voel jij je nog steeds sexy? Just imagine, I'm hitting your ass. Je zou er wat mee moeten doen. Ik zou wat mee moeten doen. Ja. Nou, thanks voor het compliment. Ja, man. Ik laat het lekker in midden. Niels, kom jij uit de gevangenis? Ik heb een styliste ingehuurd voor vandaag. Ja, dus de laatste keer dat ik met haar werk. Zijn jullie benieuwd wat de opdracht gaat worden? Kom maar op. Ja. Ja? Dan gaan we beginnen. Ik ga de taper in doen. Iedereen omschrijft het als het mooiste moment van hun leven. Wat goed! Helaas schijn je voor dat geluk ook de meest ondraaglijke pijn te moeten ervaren. Push, 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 keep going. Nou wil het gegeven dat alleen vrouwen kunnen baren. Maar met de hedendaagse techniek kunnen nu ook mannen nauwkeurig ondervinden wat onze vrouwtjes moeten doorstaan. Maar dan zonder reward. Daarom zal één van jullie deze week moeten bevallen. Met alle pijn van die. Who's made this machine? Alvast gefeliciteerd met de kleine. Ja, heftig. Ik denk dat we als mannen er allemaal niet over mee kunnen praten. Een bevalling nabootsen lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, ik denk dat een bevalling misschien wel de ergste pijn is op de wereld of zo. Niels, wie gun jij dit? Martijn. Ja. Ja, ik eigenlijk ook. Hoezo? Ja, ik ook. Hoezo? Jij bent het klein zirrest van de groep. Ja, dus is het toch lullig als ik het hoor. Martijn is denk ik van ons drie toch wel het grootste watje. Het gerucht gaat ook dat hij een poesje heeft. Ik kan niet zo goed tegen pijn. Nee, ik ben echt heel klein zirrig. Een bevalling duurt af en toe soms 6 uur, toch? Nou, ja. Mijn moeder heeft over mij 48 uur gedaan. 48 ja. uur? 48 uur. We gaan beginnen met de loting. En daarvoor hebben we natuurlijk weer een fan uitgenodigd. En dit keer is het Huub. Welkom. Hey, je hebt het waarschijnlijk net gezien. Een bevalling. Wie gun jij het? Martijn lijkt het meestal op een vrouw. Zie, het zijn niet alleen onze woorden. Je fans moet je hebben. Het zijn niet alleen onze woorden. Zullen we beginnen? Ja, graag. Aan jou de eer. Dit is hem. Oh god. Wat is die lach? Wat is die lach? Niels! Yes! Nee! Dit is gewoon pijn lijden. Dezelfde soort pijn lijden als een bevalling. Alleen het kind is er niet. Niels, je hebt iets minder geluk tijdens dit seizoen, hè? Ja, iets minder geluk, ja. Nou Niels, ik ben blij dat je vader wordt. Ja, die is mijn vader. Leuk! Ik heb er echt heel veel zin in. Maar dan niet. Hey, Pieter Flikkertje. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Ik heb wel prima geslapen. Kom eens even hier, jongen. Oh. Pas op voor mijn buik. Ja, voel je hem al een beetje? Ja, ik voel hem al. Het is een hele mooie speciaal. Het begint echt rond te worden nu. Jij moet natuurlijk een beetje in touch komen met je vrouwelijke kant. Dus ja. We gaan je even meenemen en dan krijg je een kleine makeover. En dan gaan we de dag beginnen. Ben je er klaar voor? Kom. Makeover? Makeover. Klein beetje. Kom maar. Ik krijg een makeover als vrouw. Ja, heb jij ooit een man zien bevallen? Nee, maar heb ik ooit een drag queen zien bevallen? Ja. Als ik lippenstift op heb en een paar oorbellen, voel ik me misschien wel iets meer vrouw. Ja, nou dan. Ja.
Nou Niels, we zijn er. Jee. Jee. Voor jouw makeover. Ja, wat verwacht je? Natuurlijk geen idee wat er gaat gebeuren. Ik word een vent. Ja. Ja. Dames eerst, toch? Nee. Ja. Ik mag gewoon scheetjes laten, toch? Hey. Hallo. Die ken ik toevallig. Ja, dat is onze favoriete styliste. Onze styliste, Isabelle. Hallo, schat. Normaal gesproken vragen we jou om ons mooi te maken. Dat is voor Niels soms lastig genoeg al natuurlijk. Ja. Vandaag gaan we het heel anders aanpakken. Je mag Niels verneuken. Maar ja, top. Ja, heerlijk. Hij moet er wel uitkomen zien als een vrouw. Ik heb daar een hele mooie tijgerjurk voor je. Kijk eens. Kijk. Oh, ook doorschijnend zie ik. En daar hebben we ook een mooie buik mee. Serieus? Ja. Dit? Zolang je maar vieze bent, ben ik happy. Zo. En we hebben nog een mooie, hele mooie pruik. Ja, Maradoni. Maradoni. Maak ik hier even een slow-mo shirtje van? Ja, goed straks. Ja. Eentje lang in de zon gezeten, Vinnie. Zit het prima of... Ik heb wel eindelijk tieten. Oké, okay, wacht. Je moet... hey, ik niks meer. Ik dacht dat zij de stylist was. Ik heb dat ding helemaal niet nodig. Je hebt gewoon al bijna, je hebt echt lijkt het. Nee, heb je wel niet echt dikke tieten. Nee. Je bent wel zwanger. Spreek voor jezelf. Ja. Een beetje jouw haarkleur. Auw! Auw! En nu? Oké, okay, nu make-up. Dit was de make-up. Oh, make-up, oké. Mocht je midden in de video in één keer kijken of inbreken, dit is geen Nikki Tutorials. Nee. Dit is echt Gier Grassen, dames en heren. Ik mis wel echt hele felle rode lipstift of zo. Ja, je mag ook wel een beetje uitschieten. Je kan wel iets erger nog. Dit is heel goor. Zo, doen we maar een paar met neppimpers. Ja, neppimpers. Ja? Neppimpers? Tuurlijk. Wat is dit? Zit het vast? Doe eens open. Ik krijg mijn ogen niet meer open. gelijk dat bekje open ook. Ja. Echt niet? Nee, echt niet. Ja. Nou, dat ging makkelijk. Kind kan er wel zo. Ben je nou trots op jezelf? Ja, ik ben wel echt trots op jezelf. Het is af. Het is prachtig. Fantastisch ziet hij eruit, hè? Het is geweldig. Zou je hem doen? Zeker. Meermaals ook. Drie keer op een avond. En daarom is hij zwanger. Ja, zo stoot. Zo'n slettenbak. Zo'n slettenbak. Wie wil Niels nou niet? Nee, heel eerlijk. Gadverdamme. Eén woord. Kijk wel een beetje op tegen de bevalling. Inademen. Het is natuurlijk een heel bijzonder moment. En ergens toevallig dat ik deze heb geloot, want dat weten de kijkers thuis waarschijnlijk ook nog niet, maar ik word vader. Dus het is heel grappig dat ik uitgerekend deze van de jongens nu lood. Hij weet zo meteen beter hoe zij moet gaan puffen dan zij zelf. Zij kan zo meteen, hij kan zo meteen kan, advies geven. En hij kan zo meteen ook zeggen van, schat, stel je niet aan, het viel best mee. Ja, lieve schat, je gaat natuurlijk zo meteen bevallen. En als echte vrienden willen we natuurlijk dat jij zo goed mogelijk voorbereid bent. Ja. Dus we hebben wat voor je geregeld. Ja, je hebt wat tips en tricks nodig en dat ga je hier krijgen bij de puffcursus. Dat is hier. Komt u maar verder. Hoi, Niels. Sabine. Hallo. Hoi, Sabine. Hoi, Joost. Hoi, Sabine. Hoi. Je hebt verschillende soorten manieren om weeën op te vangen. Dat kan zijn, altijd is kortjakje ziek. Alleen wat je snel merkt is dat je dan heel erg gaat hyperventileren. En dat wil je juist niet. Dus wat we kunnen gaan doen is dat je ook inademt door je neus. Op gewoon een normale manier. En uitademt juist met een hele lange puff. Puffcursus gaat nog niet heel goed. Er wordt veel gelachen. We zijn nou niet het goede voorbeeld als perfecte schoolkinderen. Dus we luisteren niet zo heel goed. Het is alsof je moet poepen. Ja, dat doe ik ook. Dat probeer ik nu ook daadwerkelijk. Puffen jij. Okay. Puffen! Oké. Kom op, uitblazen. Godverdomme. Altijd is kortjakje ziek. Je kan dit. Kom. Zo, stevig drukken. Ah, wat is dit? Ah. Ja, zo staat die vrijdagavond in de kroeg ook, hoor. Iets hoger tempo. Worden je billetjes een beetje los? Iets dieper, Martijn. Hoe valt het? Joost, kom jij maar aan, dan zou ik nog even verlossen.
maar die neemt niet van. Die neemt niet van. Ah, het is er al uit. Iets te los. Dat was het. Ik besef me nu dat de rol van Martijn en Joost wel iets belangrijker is dan ik aanvankelijk had gedacht. Dus ik hoop dat zij zich aan de regels van een goede vader houden. Ik vind wel dat wij een iets te actieve rol hebben. Ja, wij moeten gaan masseren. Ja, flikker op, man. Allemaal rare dingen. Doe normaal. En dan is het moment daar. De weeën van Niels zijn begonnen. Sneller, sneller. Waar is de rolstoel? Yes. En daar gaan we! Het is zeker nat. Aan de kant. Wit erbij. Kim, kom. We hebben een probleem. Oké, deze jongen staat op het punt van bevalling. Uit de stoel. Rustig. Even rustig, je been eraf. Kom maar. Goed. Au, ik zie het kopje al. Nee, dat kan nog helemaal niet. Het is vast de eerste keer, of niet? Dit is de eerste keer, ja. Lekker liggen. Ja, hoi. Ik ben Kim. Ik ben Niels Lientje. Hoi. Enig idee hoe lang het zou kunnen gaan duren voordat de kleine er is? Zo ongeveer maximaal 2 uur. Voordat je 10 centimeter de ontsluiting hebt, want dan mag je pas gaan persen, kan wel 12 tot 24 uur duren. We gaan met dit apparaatje voor jou de weeën nabootsen. Laat me net zo'n dag zijn dat jij al het pech hebt wat er is. Rugweeën, lange bevalling, buikweeën. We gaan het jou ook even laten Oh god, ik vind het heel naar. Nu al. Het wordt alleen maar beter daarna. Rustig. Altijd is kortjakje. Wat is het? Oké, stop. Oh. Oké, dit is tiefstraar. Nee. Dat was misschien de tweede fase van je bevalling. Dit is fase 2. Ja. Dit is geen geacteren. Ik vind het helemaal niet chill. Ik vind eigenlijk. Dit is niet leuk. Doe maar. Ja, dat is kut, man. Nou. Ja. Best mijn harde buik voor. Een drieling. Oh nee. Dat past er makkelijk in. Jongens. Laten we nog even een codewoord afspreken voor als je eventueel een ruggenprik of naar de keizersnee gaat. Als ik aan vluchten denk ik aan Vietnam. Vietnam. Dus je codewoord is Vietnam. Vietnam. We gaan rustig beginnen. Je weet natuurlijk niet wanneer die weeën gaan komen. Ik heb zo'n gevoel dat we hier popcorn en een biertje bij nodig hebben. Nou, dat zou wel lekker zijn. Ik ga tanden slecht. Oh, je voelt het al? Ja, net. Beschrijf wat je voelt. Alsof er 1000 wormen in je buikwand aan het vreten zijn. Wormen? Ja. Gaap, dit is niet leuk. Dit is echt niet leuk. Steeds als die krampen dan komen, dan denk je, oh ja, dit is de maximale pijn. Maar dan klapt hij er nog eens vol boven. Maar dit is nog standje 1, toch? Fase 1, de eerste. Wij waren op fase 2. Misschien wil een van de papa's in spe je hand vasthouden. Of misschien zeg je dat ik helemaal Martijn, niet. Liever niet. Misschien een doekje met water. Ja, laten we jou even een doekje met water. Je mag me helpen, maar dan moet je echt je best doen. Ja, wat kan ik voor je doen? Rustig laten, het komt weer op. De productie is, zoals je weet, deze keer. Dus een schuurspons. Oh, dit doet zo pijn. Ik voel de trilling in je hand. Je bent nog in de beginfase. Oh my god. Bewaar energie. Minder praten, meer puffen. Beginfase zit ik nog steeds in de beginfase. Je zit nog steeds in de beginfase. Nee, het wordt nog heftiger dan dit. Hé jongens, we zijn net begonnen, Niels. De productie is omhoog gaan. We hebben een wc-papiertje echt met water dit keer. Het doet nog steeds pijn. Klopt dat? Nee, hij is of gerecycled. Ja, ik voel nog steeds tintelingen. En nog een beetje napijn of zo. Je lichaam moet er echt van bij komen. Niet met je nagels gaan. Oh my god. Ik probeer rustig te blijven. Altijd is kwartjakje ziek. Midden in de week, maar zondag niet. Zondag gaat ze groter. Vietnam. Holy what the fuck was dat? What the fuck was dat? Ik was aan het begin van de dag best wel een beetje bang voor wat er ging komen. Want het is niet voor niets dat mensen zeggen van dit is het allerheftigste ooit. En ik moet zeggen, het heeft mijn verwachtingen zelfs overtroffen. We kunnen in fase 2 nog geen codewoord accepteren, nee, toch? Kom op. Ik moet wel eerlijk Vietnam. Zeggen, dat schaam je. Nee, hij doet het
tegen verwachting in... Bizar slecht. Bizar slecht. Misschien is het voor jou op je zij liggen prettiger. Of misschien wil je even staan. Of, kussen tussen je benen heb ik ook gezien. Ja, zullen we dat eens even proberen? Gewoon ja, even op je zij. Proberen. Naar de man kom waar je denkt het meest bij te kunnen ontspannen. Nou, dat ben ik toch? Meneer Niels. Martijn, ja. Waarom geen aan die kant zitten? Nou, omdat ik jou niet vertrouw van die kant. Heb jij wel iets handje vast? Vietnam. Nee, ik kan het niet, ik kan dit niet. Eerst even puffen, altijd. Puffen. Hij zegt Vietnam. Dude, we zitten letterlijk nog... Martijn, nou je weg, idioot! Doet gewoon fucking pijn. De gootje. Oh. Ja, hou je bek dicht, want je krijgt er zo heen. Het wordt een duivels kind dat hier uit moet komen. Je zit in het ding, jongen. Ik ga jou echt een tik verkopen zo, jongen. Echt. Volgens mij heeft hij echt de pik op jou. Hij wordt niet vrolijk voor ons beiden. Nee, nee. Maar hij is echt een beetje geïrriteerd al. Ik denk dat ik van alle partners in de wereld die er beschikbaar zijn, wel de allerslechtste twee heb getroffen. Hij is nu uit. Hoe voelt hij nu? Apparaat. Fase 2, mijn ass! Dat boeit me niet. Het doet gewoon pijn. Ja, ik snap dat het pijn doet, maar... Kom eens met je hoofd. Nee, nee. Plak al die zooi op je fucking gezicht. Ja, we zijn echt net begonnen en Niels zit er nu al helemaal doorheen. Vietnam! Vietnam, ja. Ja, ik wilde echt even... Martijn wilde ik echt een tik verkopen. Zullen we de jongens gewoon even wegsturen, even, dat je even bij kan komen? En dat je misschien dan nog wel... Ja, dat we nog even verder kunnen gaan voordat we misschien toch moeten ingrijpen met eventueel een ruggenprik of... Keizerin, want dat doen we natuurlijk niet zomaar. Zij moeten even weg. Nou Niels, proost. Nee, zet hem op jongen, we zien je zo. Niels was wel even flink boos op jou. Ja, maar ja. Die wil jou echt een tik geven. Ja, dat klopt. Maar dat heeft hij wel vaker, kan ik je vertellen. Ja, dat weet ik ook. En ik weet ook hoe het kindje gaat heten. Wat dan? Vietnam. Maar het wordt nog pijnlijker dan wat ik net heb gehad. Ja, het wordt nog wel een beetje vervelender, ja. En moeten de mannen erbij of zeg je nou even... Nee, absoluut niet. Het begint heel licht, alsof er duizenden mieren lopen. En op een gegeven moment begint dat te bijten en... Ja, echt alsof er iets in je organen snijdt of zo. Laten we het gewoon nog even proberen. En codewoord is nog steeds Vietnam? Ja. Goed zo. Heel goed. Puffen. Veel beter. En hij is alweer weg. Het was niveautje 3. Wow. Maar zie je hoeveel rustiger je was? Ja, maar ja, dat komt omdat die gasten er niet zijn. Jij doet het een stuk beter in ieder geval. Ja, maar ik ben er ook echt voor jou, niet voor hun. Dus denk even aan wat je net zei. Probeer je gedachten gewoon even te verzetten. Oh my god, wat doet het pijn. Ja, nonne. Holy shit. Maar deze twee waren al veel beter. Oh my god. Dus denk wat je net zo hartstikke goed deed. Rustig ademhalen. Op een gegeven moment voelt het net alsof er gewoon een dolk in je maag zit. Het is echt, echt heel heftig. Holy shit, je wordt er ook heel erg misselijk van. Dus ik ben nu echt misselijk. Maar je doet het zonder de vaders inderdaad een stuk beter. Ja. Misschien moet je ze ook buiten de opvoeding laten. Ja, dat ga ik denk ik wel doen, ja. Het zou beter zijn. Vriend. Moeder. We hebben beseft dat wij misschien een beetje afleidend zijn geweest. Dus we hebben een goedmakertje. Ja. Je favoriete drankje. Oh, aangezien het kind nu toch al halverwege is. En van alle zwangere vrouwen, dit moet je dus niet doen. Totaal onverantwoordelijk, maar... Maar we zitten dus op 8 centimeter ontsluiting, dus we moeten nog... Twee toch? Want ik begreep, bij 10 centimeter kan het dan wordt de geboorte dan kun je gaan persen. Dan gaan we richting het einde. We zijn niet voor jou. Trots zijn op jezelf, jongen. Misschien toch? Als je het spannend hebt voor je been. Wow. Gap. Dit is niet leuk. Oh my god. Wat is het niet? Niet leuk. Dit is fucking Dit is fucking naar, ouwe. Ik zweer het je. Waar zit u nu op? Oké, schat je aan. Weet jij nog? Oh, 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 oh,
Ja, was dit jouw anti-bucketlist? Zo. Ja, die is een beetje. Het is wel zweterig. Behaard wijf dat je bent. Oh my god. Ja, die kan je opwachten. Oh ja, die was verdiend. Oké, okay. Ik ga hier niet heel veel over zeggen, maar het doet wel behoorlijk pijn. Vietnam. Voor dit hele slechte toneelstukje heb ik natuurlijk ook nog twee baby'tjes. Als ik kijk, dan zien ze er ook een beetje Vietnamees uit, moet je zeggen. In dat geval was het erbij. En het is een jongen. Yes. Ik denk dat je aan de piemeltje gezien dit Martijn noemt. Is dit mijn zoontje? Ja, kijk eens. Vietnam. En eentje is er gewoon met kleertjes uitgekomen, joh. En als ik zo naar zijn bekje kijk, dan is het een product van onze vieze vader Slendelis. Nou, kijk eens mama. Hier, veel plezier met het hele slecht toneelstukje. Wat zeg je? Bangkok? Ja, klopt. Ja. Martijn met keihard. Vietnam en Bangkok. Oh, ik kijk absoluut niet uit naar mijn eigen bevalling. Nu ik dit weet, nee, ik vind het gewoon echt niet leuk om bij je eigen meisje dit te zien. Want ik weet nu wel in wat voor hel ze gaat en ik ben gewoon eerlijk, ik heb nog de korte versie gehad. Ja, het is geslaagd aan de bucketlist. Ja, tuurlijk. Zien leiden. Ja, en we hebben heel hard gelachen. En daar gaat het ook om, toch? Het is heel belangrijk in de anti-bucketlist dat je kan lachen om het leed van de ander. Ik heb ongelooflijk respect voor die vrouwen. En ik snap nu ook donders goed hoe belangrijk de rol is van degene die naast de vrouw staat. Want jezus, wat waren jullie slecht. Even serieus. Nou, volgende week is natuurlijk gewoon weer een nieuwe anti-bucketlist. Wie weet is dan Niels weer de lul. Of misschien wel Martijn en ik. Geen idee wat opdracht is, maar het zal wel weer kut worden. Tot volgende week. Ah! Oh, dat is raar. Oh, dat is heel raar. Ah! Oké. Oké. Ja, ja. Dat is raar. Ja. Pijn. Ja!